dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Suzanne en je kan me ook vinden onder Suzy's Craftery op Instagram. En je kan een link naar mijn account in de videobeschrijving onderaan deze video vinden. En mocht je mijn video's zo leuk vinden, vergeet ze niet te liken en abonneer je dan ook gelijk even op mijn kanaal. Dat kun je doen door op de abonneerknop onderaan deze video te drukken. En druk dan ook gelijk even op het belletje, want dan krijg je elke keer als ik een nieuwe video online plaats een notificatie. En mis je dus niks van mijn video's. Zoals sommigen van jullie misschien wel gemerkt hebben, heb ik 2 weken niks geplaatst. Ik had lekker vakantie en ik had wel dingen voorbereid. Ik had allemaal al materiaal opgenomen van spreads die ik gemaakt heb. Maar ik kwam er maar niet aan toe om het in te spreken en om het te bewerken. A, omdat op vakantie het internet echt super slecht was. En je hebt helaas toch wel internet nodig om dingen up te loaden. En B, omdat het ook gewoon, ja, we hadden heel veel tijd met de familie en het werd ook gauw laat. En ja, ik koos er toch voor om lekker tijd met mijn familie door te brengen in plaats van achteraf filmpjes te gaan zitten inspreken. Maar ik heb nu dus weer echt super veel zin om een nieuwe video te maken. En dan ook gelijk mijn favoriete video, namelijk de opzet en deze keer van de maand september. En ik ga deze maand werken in weer een nieuwe journal. Want mijn vorige van Paper 24 was vol. Ik ga hem even bijpakken. Ik had natuurlijk vorige maand in mijn Traveler's Notebook gewerkt. Wat ik echt fantastisch vond. Ik vond het echt zo'n leuk formaat. En het papier was heel fijn om op te schrijven met een vulpen. En ik twijfelde van, zal ik nog een keer een maand in de Traveler's Notebook gaan werken of zal ik overgaan weer naar een Paper 24. En ik had deze liggen en ik vond die zo mooi passen bij de herfst, wat er toch wel in aantocht is, dat ik dacht van, ik ga toch in deze beginnen. En dan mijn thema heeft ook met de herfst te maken, dat is namelijk Cozy Autumn. En het lijkt me gewoon heel leuk om allerlei dingen die met de herfst te maken hebben. Warme kleuren, vintage tinten of een vintage stijl. Ik kan daar lekker creatief in losgaan. Dus ik heb super veel zin om aan deze maand weer te gaan beginnen. Dus ik zou zeggen, laten we lekker gaan kijken naar de opzet van de maand september met het thema Cozy Autumn. Zo, hier is dus het nieuwe journal. Helemaal fris en fruitig en nog onbeschreven. En ik begin met mijn naampagina maken. En ik heb een kaartje van Klassieke Letterpress. Die ik heb gekocht bij Café Analog. Daar hebben ze trouwens ook echt superleuke spulletjes. En ik heb een stempel van Posthumus, een stempelwinkel. Ik kwam deze tegen met de letter S. En het leek me zo leuk om daar dit soort dingen mee te maken. En ik gebruik daar gewoon een zwarte inkt van VersaFine. Dat vind ik de inkt die toch het mooiste gedetailleerde afbeeldingen geeft. En vervolgens doe ik met mijn tekenpotlood, schrijf ik mijn naam voor. Ik merk dat ik het eigenlijk altijd doe, omdat ik dan zo weet dat de letters goed uitkomen op de ruimte die ik heb. En dat ze groot genoeg zijn en goed ver uit elkaar. En nou ja, je kan eventueel nog wat bijstellen. En vervolgens schrijf ik het over met mijn vulpen met een brede stubpunt. Waardoor je een beetje die lijndiktes krijgt. En dit is een stencil van AB Studio. Deze heb ik gekregen van 24 Paper Shop om te testen. En het is eigenlijk een merk wat ik niet kende, maar die dus eigenlijk wel hele leuke dingen heeft. Dus het is echt de moeite waard om op de site van 24 Paper Shop te kijken naar AB Studio. Is het merk van... dit stencil. Ze hebben ook hele leuke paperpads en ook stempels. En ze hebben eigenlijk van allerlei leuks. Het is echt de moeite waard om even te kijken. En inmiddels ben ik al eventjes aan het stempelen met Distress Ink in de kleur Peeled Paint en Scattered Straw. En ik laag dat een beetje over elkaar heen om zo een beetje wat kleurschakering te krijgen. En ik doe er ook nog een beetje Pumpkin Spice doorheen, zodat je een beetje echt die herfstkleuren krijgt. Ik vond het wel leuk om, waarschijnlijk wordt deze journal voor september en oktober. En om dat ook een beetje dan op de naampagina wat herfst tinten te geven. En dit is hele leuke pet tape van Kiroku. Dat is een webshop in Duitsland. En die had dus deze hele leuke paddenstoeltjes tape. En ik vond het zo schattig. En het past natuurlijk perfect bij de herfst en bij het thema van deze maand. Dus ik had het gelijk gekocht.
En ik maak daarmee vrij simpel een rijtje met paddenstoeltjes. En dan heb je eigenlijk al heel snel een heel leuk resultaat zo. En de tweede pagina's die plak ik altijd aan elkaar vast. Want die ja, zit altijd een beetje zo gek in dat boekje. En de volgende die valt wat beter open. En dit wordt dan de coverpagina van september. En ik wilde daarvoor het paperblok van AB Studio gebruiken. En ik bladerde hem eventjes een beetje door, zodat jullie ook kunnen zien wat er in het paperblok zit. Er zitten dus meerdere dezelfde blaadjes in met dezelfde afbeeldingen. Maar allemaal een beetje zo in de vintage stijl. Echt super mooi. En ik heb een fotoafdruk van koffieboontjes. Want ik had het idee om een soort van koffiecafé-achtige vibe te maken voor deze cover. Alleen ik heb geen gewone printer en ik had een beetje last minute dit allemaal bedacht. Dus ik ben gauw naar de kruidvat gegaan en heb gewoon een fotoafdruk gemaakt van koffieboontjes. Maar AB Studio heeft dus ook rijstpapier met deze koffieboontjes. Dus dat is denk ik een stuk makkelijker. En ik denk stiekem ook wel mooier, want ik vind eigenlijk dat glanzende niet zo mooi van het fotopapier. Maar ja, ik moest dus zo'n gelijk afdruk doen en dat kon alleen maar in het glans. Dus nou ja, dit is wat het is. En het fotopapier kun je dus ook niet scheuren, omdat het een soort van plasticachtig iets is. Dus ik heb het een beetje rommelig geknipt en vervolgens met een paper distressor rul gemaakt. En tot slot met de rusty hinge van distress ink dat randje bewerkt, zodat het een beetje net afgescheurd lijkt. En zo zie je dat je met wat omwegen toch het idee uit kan voeren zoals ik het in mijn hoofd had. Ik ben uiteindelijk wel blij dat het toch zo gelukt is. Vervolgens plak ik alles vast op de pagina. En dan ga ik daarna kijken wat ik verder ga doen. Ik wist in ieder geval al zeker dat ik deze opzet wilde. En dit is een andere afbeelding uit hetzelfde paperpad van AB Studio. En ik vind eigenlijk de middelste plaatjes het mooist. En ik dacht eerst, ik knip alle plaatjes los uit. Maar ik vond het toch het allermooist om het een beetje aan elkaar te laten en het dan zo op te plakken. En ik kijk nog wat ik een beetje als achtergrond wil doen. Want ik merk dat een beetje die bruintinten van dat plaatje tegen die bruintinten van die bovenste afbeelding die ik al opgeplakt heb, dat het een beetje wegvalt. En ik heb daarvoor zo'n papierpakketje van Journal This in de aarde tinten, Earth heet het geloof ik. En ik zit een beetje te zoeken welke kleurtjes ik mooi vind. En er zitten dus twee van die metallic blaadjes in met een soort van geëmboste blaadjes erop. En ik vind dat eigenlijk het allermooiste erbij passen. Je ziet het niet zo heel erg goed op de video, maar het echt is het echt heel erg mooi dat het een beetje zo glanst. Ik bewerk natuurlijk ook het randje weer eventjes met een beetje distress om het iets diepte te geven. En iets meer contrast. En door de afbeelding te laten liggen op de pagina kan je dan zo precies bepalen waar dat blaadje eronder moet komen. Dus ik laat het eigenlijk altijd liggen en dan doe ik het blaadje eronder, plak ik vast. En dan tot slot de bovenste afbeelding. Een beetje te zoeken wat ik op de rechterpagina ga doen. Uiteindelijk heb ik een hele leuke afbeelding ook gevonden uit een papierblok van The Action. En dat is deze afbeelding. Ik vond die heel mooi met die herfstkleuren. En ik zit een beetje te zoeken hoe ik dat allemaal neer ga leggen. En tot slot besluit ik om toch maar met een stencil, met een beetje wat eruit ziet als een soort van gebroken, gebrokkelde muur, om daar wat details op aan te brengen op deze pagina, waar ik die plaatjes dan op kan plakken. Ik vond het wel een mooie achtergrond geven. Net zoals dat je een beetje zo'n soort van verweerde muur hebt in zo'n oud koffiecafeetje. En dit zijn hele leuke washi flakes stickers die ik ook bij Kiroko heb gekocht. En ik heb een setje met koffiedingetjes en ook een setje met schrijfdingetjes. En die wilde ik eigenlijk ook wel een plekje geven op deze pagina. Maar ik zit dus een beetje te zoeken hoe ik dat nou allemaal neer ga leggen. Ik merk dat ik voor deze cover best wel een beetje zoekende ook ben geweest. En ik heb besloten om dat plaatje vanuit dat actionboek toch een beetje te bewerken met zo'n paper distressor. Dus dat ik die randjes weer een beetje rul maak. En om de randjes ook een beetje te kleuren met distress ink. Om wat meer contrast te geven, dat hij wat meer echt naar voren springt ten opzichte van de achtergrond.
En ik zit dus nog steeds een beetje met die washi flakes te zoeken. En dus heb ik ook een stickertje, een velletje erbij gepakt van Estes Creations. Die ook echt hele leuke herfst- en winterstickertjes heeft. Maar omdat ik het gewoon niet weet, ga ik gewoon verder met hetgene wat ik wel zeker weet. En dat is deze afbeelding. En ik vond dat klokje iets te wit. Dus die kleur ik ook wat in met wat Distress Ink en Tea Dye. En volgens mij een beetje Ground Espresso, geloof ik. Ja, om dat ook wat meer te laten passen bij de rest van de pagina. En vervolgens plak ik alles waarvan ik zeker weet dat ik het wil gebruiken al vast. Ik werk alles natuurlijk wel eventjes met een beetje Distress Ink ook, de randjes. En ja, vaak als ik het niet weet of soms moeten dingen ook een beetje groeien. En dan plak ik gewoon vast waarvan ik wel al zeker weet van nou, dit vind ik wel mooi op deze manier. En dan groeit het eigenlijk vanzelf wel. Dus vaak dan heb ik wel een basis en van daaruit kan ik dan verder bouwen. En ik kwam dit stickertje nog tegen, die heb ik ooit gekocht op AliExpress. En ik knip daar het witte randje van af. Ik doe dat best wel vaak bij stickertjes, dat ik de witte randjes ervan afknip. Zeker als ik het op een gekleurde achtergrond plak. Omdat ik zo'n witte rand eromheen dan niet zo mooi vind. En dit is een stencil van Stampers Anonymous van Tim Holtz. En dit is echt een van mijn favoriete stencils. Ik gebruik deze zoveel. Ik vind het zo leuk om van die koffievlekjes te creëren. En dat past natuurlijk ook helemaal perfect bij de pagina die ik nu aan het maken ben. Dus ik maak her en der nog wat vlekjes. En ik gebruik daarvoor de Tea Dye van Distress. En dan ga ik er overheen met een beetje Ground Espresso om wat diepte te geven. En zo zie je eigenlijk dat je een beetje een gemêleerd vlekje krijgt. En dan gaan we een klein stukje vooruit in de tijd. Zoals jullie zien heb ik opgeruimd om de journal heen. En heb ik met potlood mijn tekst voorgeschreven. En ik heb ervoor gekozen om mijn, natuurlijk de datum op te schrijven. En ik kwam een hele mooie quote tegen over de herfst. Die ik ook heel graag wilde gebruiken op deze coverpagina. En zoals jullie zien met de datum, en dat is wel een tip voor als je het leuk vindt om te kalligraferen, maar dat bijvoorbeeld wel lastig vindt met zo'n kalligrafiepen, met zo'n brede punt. Dus dat je wat minder controle hebt over welke lijnen dik zijn en welke dunner zijn. Is het om het met een gewone pen voor te schrijven. Dat is wat ik nu ook doe. Dit is gewoon een fijne penpunt. Ik heb een heel klein handschrift, dus ik heb altijd eigenlijk fijne penpunten. En dan teken ik sommige lijnen wat dikker. En deze inkt, deze is van Jay Herbin. Dat is een inkt waar ik het ook al heel vaak over heb gehad. Maar deze inkt die geeft ook hele mooie schaduwwerking. En zoals je ziet werk ik van boven naar beneden, kleur ik het steeds in. Want waar de inkt een beetje ophoopt, daar creëert die schaduw. Dus dan is die wat donkerder. En het is natuurlijk mooi als het allemaal een beetje op dezelfde plek is. En ik doe dat dan onder in mijn letters. Je zou theoretisch gezien natuurlijk ook boven in je letters kunnen doen als je andersom zou schrijven. Het is maar net wat je mooi vindt. Maar het is wel goed om daar rekening mee te houden als je dit soort inkt gebruikt en je die schaduwwerking of de shading zoals dat eigenlijk heet. Als je dat tot z'n recht wil laten komen, dan moet je dus zorgen dat je de inkt echt op één punt op laat hopen. Dus dat je bovenaan begint en dan onderaan eindigt. Want dan ontstaat onderin een klein plasje en dat wordt dan je donkere schaduw van de inkt. En je ziet het ook een beetje in de film. Dat was ook eigenlijk de reden voor mij om met een vulpen te gaan schrijven. Omdat ik die eigenschappen van sommige inkten echt zo super gaaf vind. Ik vind die shading, zoals dat dan heet met die schaduw, vind ik echt super mooi. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Sheen, wat sommige inkten hebben. Deze heeft het dan minder, maar je hebt bijvoorbeeld van Diamine bepaalde inkten. Maar ook van andere merken. En dat is dan bijvoorbeeld een blauwe inkt. Maar als dan het licht erop schijnt, dan heeft hij op sommige plekken een rode gloed. En dat is super mooi. Of andere kleur samenstellingen. Terwijl, als jullie erin geïnteresseerd zijn, wel leuk om dat een keer op te zoeken op Google. Misschien maak ik er nog wel een keertje een filmpje over waarin ik het zou kunnen laten zien. Laat het ook vooral weten in de comments als jullie dat echt leuk zouden vinden. Want dan denk ik dat ik wel zo'n filmpje voor jullie wil maken.
En het is ook zo dat het, ja, vooral op bepaald papier komt het wel tot uiting en op andere papieren niet. Als je bijvoorbeeld wat slechtere kwaliteit papier hebt, dat snel de inkt opzuigt, dan droogt de inkt eigenlijk veel te snel, trekt die in het papier en dan krijg je die schaduwwerking en die sheen krijg je dan niet. En dat is wel het fijne aan deze Paper 24 Journal, is dat dit papier is wel echt goed voor vulpen ook. Je hebt wel journals met papier die nog geschikter zijn voor vulpen, bijvoorbeeld de Endless Recorder of bijvoorbeeld Leuchtturm is ook heel vulpenvriendelijk. Alleen daarvan is het papier weer heel erg dun. En van dit journal vind ik het wel fijn omdat papier gewoon veel aan kan. Dus dat ik er dan ook in kan waterverven of met distress in kan werken. Dat gaat allemaal prima. Nou, ik heb inmiddels alles afgeschreven en ik gun mijn potlood nog een beetje weg. En ik heb toch nog wat washi flakes erbij gepakt. Want die wil ik toch nog een plekje geven. En dat is dan mijn cover spread geworden. Ik zal hem straks nog wat uitgebreider laten zien. En dan gaan we nu verder met het maandoverzicht. Ik had het vorige maand niet gemaakt, maar ik vind het voor deze maand weer heel erg fijn om wel weer een kalender te maken. En ik kies ervoor om de lijnen te tekenen met mijn nieuwe vulpen van Kaweco. Het is een messing vulpen met een medium penpunt. En ik heb daarin Diamine ink zitten in de kleur Smoke on the Water. En dat is een hele mooie donkere tiel kleur. Dus echt, ik vond het heel mooi passen ook bij dat, ja, soort olijfgroen wat ik dan gebruik van de Tombow. Ik gebruik eigenlijk altijd dezelfde format voor de maandopzet. Ik vind deze bevalt me zo goed. Ik vind hem lekker overzichtelijk en hij is ook lekker snel klaar. Dus alleen maar voordelen voor mij. En ja, bij deze maand, ik ben nu de rondjes aan het kleuren voor de dagen. En ik ben in de tweede week begonnen, omdat dat een volledige week is. Dus dan kan ik goed uittellen, ja, welke rondjes ik nodig heb. En deze maand begint op een woensdag. Dus dan kan ik in de regel daarboven kijken, nou ja, welk rondje dan op de woensdag hoort. En zo kien ik dat dan een beetje zo uit. En met een Micron Fineliner schrijf ik dan de data erin en ook de dagen. En ook in de kolommetjes rechts zal ik zo meteen focus en priority schrijven. Ik probeer altijd een soort van focus voor mezelf te bepalen voor de maand, waar ik dan, ja, probeer wat extra bij stil te staan. En priority, dat kunnen taken zijn ja, die belangrijk zijn die maand, die ik dan niet moet vergeten. En om de naam van de maand te schrijven, dus september, gebruik ik weer dezelfde stempel van Posthumus. En normaal knip ik dit soort dingetjes er een beetje uit, maar ik dacht ik laat het toch een keertje zien hoe ik dat dan doe. Ik had dan 3 verschillende kleurtjes inkt van de Versa Magic en ik twijfelde een beetje tussen die kleurtjes. En dan maak ik op een kladpapiertje, ja, kleur ik een beetje met die kleurtjes en dan kijk ik wat eigenlijk het mooiste staat bij de pagina. En dan vind ik deze kleur, Hint of Pesto, het allermooiste staan ten opzichte van de Pumpkin Spice en de Gingerbread die ik ook geprobeerd had wat meer bruin tint te zijn. En ik schrijf weer voor met mijn vulpotlood. En dan zal ik het zo meteen weer naschrijven met een vulpen. En je ziet, het gaat echt niet altijd in één keer goed. Maar dat is dus het voordeel van het voorschrijven met een potlood. Dan kun je het nog uitgummen. Ja, dan weet je gewoon zeker dat je het goed opschrijft. En ik gebruik hiervoor een andere vulpen met ook Diamine inkt. En dit is dan Purple Rain. En dat is een hele mooie donkerpaarse kleur. Ik ben echt zo blij met de kleurstelling op deze pagina. Met dat olijfgroene en dat donkere tiel en dan die donkere paarse kleur. Ik vind het echt zo mooi bij de herfst passen. En ik maak dan nog de lijntjes die naar beneden gaan wat dikker. Zodat het ook nog een beetje gekalligrafeerd lijkt. En dit is een andere rol met pet tape. Met hele schattige pompoentjes. Ook van Kiroku. En ik wil daar deze pagina mee versieren. Ik merk dat ik deze tapejes, deze en die met die paddenstoeltjes echt super leuk vind. Het is zo makkelijk om daarmee je pagina te versieren en dat je eigenlijk ook best wel snel klaar bent. Ik vind dat naast zo'n intensieve coverpagina, dat ik dan zeg maar nog die extra pagina's moet maken, of wil maken eigenlijk. Vind ik het wel fijn als het wat simpeler is en wat sneller klaar is, in plaats van dat elke pagina zoveel werk kost. Maar ik vind er ook vooral heel mooi uitzien.
En ik knip nog wat andere randjes die half op dat tapeje stonden, knip ik uit. En ik kies ervoor om dat nog een beetje bovenin te plakken en nog een beetje links onderin. En zo krijg je net wat meer gelijkmatige vulling over de pagina. En ik kijk wat ik onderin daar nog doe. En ik denk van ja, zou ik er nog een beetje thee doen? Maar ik vind dat toch te druk. Dus ik pak een supermooi stickervelletje van Estes Creations. Met hele schattige blaadjes. Herfstblaadjes. En die vond ik er echt perfect bij passen. Dus daar plak ik er een paar van op. En dan gaan we verder met de laatste spread die ik zal maken. En dat is een gratitude lock. Ik had deze maand ook weer heel veel zin om er zo eentje te maken. Ik vind het altijd heel fijn en het helpt me ook echt altijd heel erg om elke dag even stil te staan bij waar ik dankbaar voor ben die dag. Het geeft me echt een beetje positieve energie. Het is trouwens ook echt een psychologische interventie die ik regelmatig gebruik in mijn werk. Om mensen een positief dagboek te laten bijhouden. Om mensen zo in een wat meer positieve mindset te krijgen, bijvoorbeeld bij somberheidsklachten of andere klachten. Maar ik merk dus ook echt zelf dat het heel erg goed werkt. En normaal zijn wij psychologen altijd een beetje slecht in eigen advies opvolgen. Maar deze volg ik wel zelf op. En dat vind ik eigenlijk ook heel erg fijn om te doen. En ik schrijf het woord gratitude weer voor met vulpotlood. En ik tel ook even uit of ik wel uitkom qua dagen of er nog wel 30 hokjes over zijn. En het komt gelukkig goed uit, dus ik markeer de eerste dag om zo meteen op te kunnen schrijven. Maar eerst schrijf ik mijn met potlood geschreven tekst over met vulpen. Ik gebruik daarvoor weer de vulpen met J. Herbin inkt, wat bruinige kleur. En ik kies er nu voor om een open calligrafie letter te gebruiken. Ik vind deze ook altijd heel leuk om te doen. En wat je dan doet, je schrijft eerst het woord gewoon op en vervolgens maak je dubbele lijnen op de plekken waar normaal de lijn dik zou zijn als je met een calligrafiepen zou schrijven of met een brushpen. En ik kies er dit keer voor om met een Tombow, en dat is een super mooie lichte grijze kleur, om daar om de dag de kleur te veranderen. Dus de ene dag wit en de andere dag grijs. Ik vond het wel een keer een leuk speels effect hebben. Ik heb het ook bij verschillende mensen op Instagram gezien en ik vond het heel mooi. Dus ik kies ervoor om dat ook een keertje zo te doen. Het is wel zo dat je het echt goed moet laten drogen voordat je er met vulpen overheen gaat schrijven. Anders dan kan de vulpen inkt een beetje uitwaaieren als het papier nog nat is van de stift. En ik kies ervoor om tot slot nog twee stickertjes van Estes Creation van het super schattige stickerblaadje op te plakken. Eentje met eikeltjes en eentje met een blaadje. En ik dacht eigenlijk, nou is het klaar. Maar toen bedacht ik van, ik heb nog helemaal geen randje distress om mijn pagina's gemaakt. Dus ik maak nog met de Rusty Hinge. En dat is een super mooie, beetje roestige, oranje-bruinige kleur. Maak ik een dun randje. Ik hoef het dit keer niet zo overdreven aanwezig, maar ik vind het net de pagina wat afmaken. Het geeft net wat meer kleur. Ja, ik vind het echt wel super mooi zo'n randje om de pagina heen. Echt met dank aan Journal This, waar ik het ooit gezien heb. En sindsdien ben ik het ook zelf gaan doen. En dit is het dan geworden. De coverpagina. En het maandoverzicht. En tot slot gratitude log. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. En ik hoor graag in de comments wat jullie ervan vonden. En ik hoop tot de volgende keer. Doei doei!